De sfeer was vanochtend opperbest tijdens de training van SC Groningen. Logisch, met de klinkende uitslag van 8-1 tegen IJsselmeervogels gisteravond. Hiermee is de FC een ronde verder in het bekertoernooi. Aan Groningse zijde scoorden Levchenko, Nijland en Matafs. Met name de debuterende Tim Matafs maakte veel indruk met zijn 4 doelpunten. Trainer Ron Jans was dan ook erg tevreden over zijn elftal. Het was in sommige fases echt genieten. Toen zij gelijk maakten, toen werd het weer even spannend. Maar het was al snel duidelijk dat er maar één ploeg zou gaan winnen. En ook een heel mooi debuut van Tim Matafs. Ja, dat is zo. Hij heeft echt zijn visitekaartje afgegeven. Niet alleen met de 4 goals, maar je kunt gewoon zien dat hij veel kwaliteit heeft. Met de Sloveen Tim Matafs beschikt trainer Ron Jans over een extra spits naast Berk en Nefland. Maar Jans ziet dit niet als een probleem. Dat is geen probleem. Dat is een luxe. En als het een probleem is, dan proberen we dat zoveel mogelijk bij de spelers neer te leggen. Want die moeten er dan mee omgaan als ze een keertje niet spelen. Maar we leggen wel uit waarom en hoe. En concurrentie is denk ik ook een middel om als team beter te worden. En daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Dus ik vind het een luxe. Vanavond is de loting voor de volgende ronde.